Het is vandaag zondag 4 september 2022. De afgelopen 2 weken hebben we hier geen dienst gehad. En dat was mooi, dat was goed. Zodat we ook eens naar andere gemeentes gaan. En dat is ook wat God ook zegt. Hij zegt ook van, onderzoek alles en behoud het goede. De afgelopen weken, mijn dochter en ik hebben wat veel dingen meegemaakt. En een ervan was dat er op een gegeven moment was de brand. Wij reden langs, wij gaan 2 keer per dag minimaal naar het bos. We hebben een fantastische paar honden. En de brandweer stond er. En er was een heel stuk gras wat in de fik stond. En niet zo'n beetje ook. Iemand had gewoon achterloos een sigaret waarschijnlijk weggegooid. En het brandde, noem maar op. Nu reden wij er gisteren of eergisteren langs. En wat viel ons op? Overal was door gras, behalve dat stukje, wat was afgebrand. En mijn dochter zegt, nou man, moet je kijken. Alleen dat stukje wat was afgebrand was echt felgroen. Echt, het sprong eruit. En de rest was allemaal verdord. En nu net waren we aan het zingen. En dan, terwijl we aan het zingen zijn, dan krijg ik altijd van alles door. En ik was een tekening aan het maken. Dat zijn ze hier wel gewend. Dus ik heb allemaal kleurtjes in licht. Zo werkt dat gewoon een beetje. En toen was ik hier wat aan het kleuren. Eerst heb ik ook gezegd, samen staan we sterk. Ja, dat kreeg ik vanochtend al door, dus dat typte ik al even in de groep. En daarna heb ik een zonnetje getekend, want het is natuurlijk volop zon. Daaronder staat Galaten 5, vers 1. We hadden het vanmorgen even voor de preek over. Laat je geen slavenjuk opleggen. En daaronder tekende ik de gras. Teken gras. Ja, dit is mijn tekening. Dit is gras. En daaronder staat een nieuwe dag, een nieuw seizoen. Strakjes, na de preek zal ik... We hebben hier een heel mooi schilderij hangen. Dat heeft 4 seizoenen. Ik kan er nu naar kijken. De mensen hier kunnen het zien. Dat is lente, herfst en de winter. En we hebben nu nog zomer. Maar we gaan straks naar het prachtige herfstseizoen. En het is een nieuw seizoen. Nou, heel veel mensen, ik zie iemand al denken... Nou, jakkes, herfst, ik heb nog geen zin in herfst. Maar wacht even. In de herfst gaan we ook oogsten. Wat je zaait, zal je oogsten. Wat heeft dat te maken met dat gras? Nou, dat gras is helemaal afgefikt. Maar het is heel droog geweest. Dus overal zie je verdord gras. Op het moment dat er vuur overheen komt, dat zie je ook met lava, dan komt er nieuw leven. En dat nieuwe leven is belangrijk voor jou, voor mij, voor ons allemaal om ons heen. Het oude is voorbij, lieve mensen. Vanmorgen kwamen we ook binnen en we het eerst wat tegen elkaar zeiden. We gaan eens even lekker een beetje chillen. Ja, ik weet, gisteren stonden wij op de markt. En ik ben voorganger omdat God me dat gemaakt heeft. Niet omdat ik dat gemaakt heb. En toen waren we een liedje zingen. Ja, ja, Gerard Joling. Alleen, ik ken die tekst niet. Dus ik bezat ook maar. Alleen het refrein. Je kent het wel. Dan. Alleen het refrein kan je meelallen. En voor de rest. Op een gegeven moment zoek ik die tekst op. Ik denk, best een leuke tekst. En toen zei iemand tegen mij. Ja, je bent ook een hele andere voorganger. Welke voorganger? Zoek nou op de tekst van Gerard Joling. Ja, ik heb. Want in die teksten zit best heel veel. En dat was het liedje van, we gaan los met z'n allen, los met z'n allen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, sorry, het gaat erop, dat wij vrij mogen zijn en los met elkaar. En hoe gaaf is dat, jongens? Dus ik heb zo'n microfoon, gisteren, ja, echt waar, in de Loofstraat zit ik mee te zingen en wij gaan los met z'n allen, lalala. Heel veel mensen hadden dikke lol. Omdat ik ook los ben van mijn oude leven. Mijn oude leven is niet meer. Ik heb mijn leven aan hem gegeven. En alles wat ik tot gisteren, eergisteren, misschien 5 minuten geleden heb gedaan, is niet van belang. Het gaat erom, ik weet wie ik ben in Christus. Hij heeft mij nieuw gemaakt. En ik weet, ik ben geen standaard voorganger. Nee joh, gelukkig niet. Ik ben uniek. Iedereen is uniek. Ik heb geen toga aan. Lieve mensen, als je nu thuis kijkt en je hebt een toga aan, daar gaat het niet om. Hè? Het gaat erom, iedereen mag lekker zichzelf zijn. Maar het vuur van God is wel belangrijk dat het over ons heen gaat. Want net als met dat dorre gras was dood.
Maar omdat er brand overheen kwam, het vuur van God, kwam er nieuw leven. En nu ook, straks in de herfst, alle blaadjes gaan eraf, maar de oogst is klaar om geoogst te worden. Hoe gaaf is dat? En ja, dan gaat het om, ben jij ook die oogst? Wil jij ook geoogst worden? Of ben jij misschien wel die boer? Ja, die fantastische boeren die we hebben in Nederland, die staan over de hele wereld bekend. En we zegenen de boeren in Jezus' naam. Ben je ook zo'n boer die straks gaat oogsten? En als er dan wat dingen op de grond vallen, misschien laat je dat wel liggen voor de mensen die dat nodig hebben. Mijn lieve collega, die vertelde vanmorgen een verhaal over mieren. Eén miertje, ja, een miertje. Wat doet nou één miertje? Nou, één mier kan zoveel meer dan wij denken. Die kan zijn gewicht wel een paar keer zoveel als een gewicht is dragen. Onvoorstelbaar. Maar elke mier doet zijn of haar werk. En samen staan ze sterk. Dat is ook de boodschap van vandaag. Samen staan wij sterk. Ikzelf ben misschien een rare voorganger. Kennen jullie de film Smokey and the Bandit? Ja, 30 jaar geleden. Hartstikke leuk als je het niet kent. Ik draad je hem aan. Dat zijn twee knullen. Die gaan eigenlijk niet helemaal iets legaals doen. Maar die helpen elkaar. Want ze willen een andere. Ze willen iets ophalen wat eigenlijk niet mag. En er is één zwarte auto. Die gaat overal heen scheuren. Zodat de politie hem achtervolgt. Zodat die vrachtwagen alleen is. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk geen finaal mis. Zoals in een film. En op een gegeven moment dan is die zwarte auto in gevaar. En toen zegt zijn vriend, die een hele grote vrachtwagen rijdt, ik ga hulp halen. Dus op een gegeven moment in een soort woestijn, komt die zwarte auto aan de ene kant en die vrachtwagen aan de andere kant. En hij roept met zo'n bakkie, ja dat was toch zo vroeger, breaky breaky, hoeveel vrachtwagens zie je? Hij zegt, 1. Hij zegt, look again, kijk eens opnieuw. En op de ene waren het er 3, opeens waren het er 10, opeens waren er wel 100 vrachtwagens. En de vijand vlucht, want de politie was op dit moment de vijand. Lieve mensen, dit is ook de boodschap voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Samen staan we sterk. Als wij met elkaar de Heer gaan dienen, zoals God bedoeld heeft, om waarlijk vrij te zijn, moet je kijken wat er dan gebeurt. Laat je niet weer een slavenjuk opleggen, jongens. Dat kun je lezen in Galaten 5, vers 1, dat Christus ook ons waarlijk vrijgekocht heeft. Met zijn kostbare bloed. En in de Hebreeën staat nog iets heel moois. En dat wil ik even laten zien. Hebreeën 3. Iedereen moet altijd lachen hoe ik Hebreeën uitspreek. I don't care. Ik ben een Arnhems meisje. Ik noem Hebreeën Hebreeën. Hebreeën 3 vanaf vers 1. En er staat iets moois. En pak thuis maar even die Bijbel erbij. En daar staat, als hier ook mensen kijken, Hebreeën 3 vers 1. Ik wacht heel even tot de mensen hier de Bijbel pakken. En het meelezen. En dan gaat het over de heilige broeders. En denk je misschien, heilige broeders? Hoezo heilige broeders? Nou, lieve mensen, misschien ben je nou in shock. Ik ben ook heilig. Waarom? Omdat ik de Heilige Geest in me heb. Op het moment dat je de Heilige Geest in je hebt, als onderpand. En die krijg je door middel van de wedergeboorte. Ik geloof. Dat de Heer Jezus mijn redder en verlosser is. Ik geloof dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Al was ik de enige op de wereld. Ik geloof dat Hij de levende Zoon is van de levende God. Als je dat uitspreekt met je hele hebben en houden. Dan ontvang je de Heilige Geest. Dan ben je wederom geboren. En dan ben je heilig. En dan staat er in Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders. Daarvoor moet je ook wel heel veel. Het is echt prachtig dat boek. En Hebreeën is geschreven door de Heer Jezus. Dat staat er gewoon in. Hebreeën 3 vanaf vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester, onze benijdenis, Jezus, die getrouw is. Hij is getrouw ten alle tijden. Jezus hem, die hem heeft aangesteld, evenzo als Jezus getrouw was in geheel zijn huis. Dit stukje is even belangrijk. Waarom? De Heer Jezus noemt ons heilig, heilige broeders, omdat wij deelnemen aan het lichaam van de Heer Jezus. We hebben heel veel preken. Zoek maar op het lichaam van de Heer Jezus en dan zul je preken zien dat wij mannelijk zijn.
En ik ben op dit moment ook een man. Dus als je nu denkt, een vrouw mag niet spreken, ja, dan heb je toch pech gehad. Ik ben nu een deel van het lichaam van de Heer Jezus. Dus ik ben een heilige broeder. Ga ik nu niet uitleggen. Ja, misschien even een... Dat je denkt, huh, zoek maar lekker op. Galaten 3, kun je dat lezen. Daarom, heilige broeders, deelgenoten de hemelse roeping. Wat is een hemelse roeping? Een hemelse roeping is als jij aangesteld bent door Heer Jezus Christus. Een boer die zaait zaadjes. Maar hij weet van tevoren wat hij zaait. Ik denk niet dat hij denkt, is een schuur, ik doe mijn ogen dicht en ik pak nu een zak. Weet ik veel wat het is en ik spreid het over het land. Zo, land. Nee. De ene doet de tarwe, de andere doet maïs, de andere doet tomaten. Misschien wel tomaten en aardappels bij elkaar. Maar hij weet strakjes, dan komt die oogst op. En dan weet ik, ik ga dat oogsten. Het moment dat de Heer Jezus jou roept, en reken maar, het moment dat jij wederom geboren bent, roept hij jou om al een bediening te doen. En daarnaast wil hij dat je groeit. Hij wil dat je groeit. Net als de vierjarige tijden. Je wordt geboren als een klein babytje. Maar dan is de bedoeling dat je naar de volwassenheid groeit. Maar hoe groei je naar die volwassenheid? Door middel van de Heer Jezus. Door middel van de mensen, de bedieningen die de Heer Jezus heeft aangesteld. Ook als een apostel. Een apostel bestaat nog steeds, lieve mensen. De Heer Jezus heeft de apostelen, de profeten, de vijfvoudigen aangesteld, zodat de mensen naar de volwassenheid kunnen groeien. Alles met elkaar in deze preek heeft met elkaar te maken. 1. Voel je vrij in Christus. 2. Laat je dus geen slavenjuk meer opleggen. 3. Al jouw zonden zijn jou vergeven. Al jouw zonden, het moment dat je naar de Heer Jezus gaat oprecht en vraagt vergeving, gaan al jouw zonden weggewassen worden door het kostbare bloed van Heer Jezus Christus. Al die distels in de natuur, en we houden het een beetje bij de natuur, het moment dat er zaadjes in de grond vallen, komt er ook heel vaak onkruid. Maar dat onkruid moet weg worden. Dat onkruid in jouw hart moet weggaan. Jij bent soms je ergste vijand, omdat jij teruggaat naar het verleden. Oh, ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Nee, op het moment dat jij in Jezus bent, in Christus, zijn jouw zonden weggewassen. Door wat de Heer Jezus voor jou, voor mij heeft gedaan aan het kruis. Op het moment dat jij namelijk in die zonde blijft leven. En steeds teruggaat van, oh wat erg wat ik 10 jaar geleden heb gedaan. Dan eigenlijk kruisig je de Heer Jezus opnieuw aan het kruis. Maar dat hoeft niet. En dat wil God ook niet. Want de Heer Jezus hoefde maar 1 keer aan het kruis. En toen heeft hij alles overwonnen. Maar het gaat ook om dit. Het kostbare bloed van de Heer Jezus heeft ons vrijgekocht. Het vuur van Vader God heeft ons gelouterd. En schoongewassen. En rein en puur gemaakt. Net als dat nieuwe gras wat opkwam. Al het andere gras was dood. Maar dat gras is felgroen. Wil jij felgroen zijn voor de Heer? Wil jij nieuw leven? Geef je leven aan de Heer Jezus. Laat je louter. En ga samenwerken met elkaar. Iedereen kan wat. Want samen staan we sterk. En laten we samen de Heer Jezus dienen. Amen.